Ergens in Nederland, op een knusse winteravond, kijkt Geert Wilders naar een van zijn meest favoriete films, The Sound of... Man, wat een prachtige film. Echt waar. Doe maar, meisje. Hup dat klooster uit. Ik ga het klooster uit. Waa, eindelijk het klooster uit. Ik ga nu het klooster uit. Zo, maar eerst de bus uit. Kut. Ah, ja, ik ben de bus uit. Dag, bus. Even kijken, ga ik daarheen of ga ik daarheen? Ik ga gewoon hierheen. Of nee, ik ga toch daarheen. Ik ga hierheen. En uit de vorige keer nog even daarheen. En ik loop en ik loop. Wat was dat? Zag ik daar nog iets? Oh nee, je ziet niks. En ik ben heel erg keus. En nu ben ik bij het huis. Ja. Moet je kijken. Dan komt ze bij die kinderen. Zo, lieve kinderen. Jullie mogen niet met je kleren aan zwemmen. Begrepen? Ik ga lekker toch met onze kleren aan zwemmen. Ja, kom, als de zolen niet in het water uit. Zijn jullie maar gek? Ga staan. In de rij. Waar staat hier? Geen hoofddoekjes. Zo. Pracht, kerel. Wat een vent. Het is mijn verloofde, maar dat trouwt nog niet meer. Want halverwege de film dump ik haar voor die dom. Maar dat doet er niet toe. Vanavond is een feestje en de nazi's komen. Dus hup, omkleden en snel. Laufen! En jij daar? Ja, kapitein. Fräulein, probeer jij mijn dochter te islamiseren? Hm? Ze wou de Koran lezen. De Koran lezen? Hm. Als vrije vrouw moet je overal kennis van kunnen nemen, toch? Zeg, Fräulein, weet u dan niet wat de gevolgen hiervan kunnen zijn? Mm-hmm. Een bredere, algemene kennis. What the fuck? En zo werd het toch nog gezellig bij de familie van Trump. Maar in de avond zouden de nazi's op bezoek komen, dus moest er nog wel het een en ander worden aangepast. Maar de vlag van zijn land zou hij trots laten wapperen. Zo is dat. Ook al mocht dat niet van de nazi's. Hier, moet je kijken. Stelletje gekken. Sommige valken ondertrekken op basis van afkomst en geloofsovertuiging. Doe je toch niet? Tuig. Kijk, daar komen ze weer. Hoe loopt dit af? Kijk de volgende keer ook weer naar een nieuwe aflevering van The Sound of...